Hallo kijkers van Gameplay 6 Moves per Week, ik ben Bram en vandaag gaan we een keuze maken tussen twee games. Jullie kunnen zo op die icoontjes drukken om te kijken wat voor game het is. Ik heb over beide een filmpje gemaakt. Als je het filmpje wil zien, moet je op het plaatje drukken. Dan ga je naar het filmpje toe. Bij dat filmpje staat op het eind een button of op. Ja, welke game je wil kiezen, staat er waarschijnlijk stem of andere video. Als je op stem drukt, krijg je een video te zien. Dan kan ik zien aan het aantal weergaven, ja, wie er allemaal op die game hebben gestemd. Ik raad je aan om niet op allebei te stemmen, dat is niet handig. Dus, ja, stem op die games. En ja, je kan... Dus zelf bepalen wat er op dit kanaal komt. Ik zal jullie nu een klein beetje helpen wat we nu hebben. Ik heb nu een GTA 4 serie. Bas heb een GTA 5 serie uit mijn hoofd. En misschien verandert er nog iets. Maar voor de komende tijd... Denk ik dat het nog even zo doorgaat. Ik zoek tussendoor nog FIFA. Ik heb nog wat van het GeoCuser staan. Dat kan ik ook altijd nog doen. Wat had ik nou nog meer? GeoCuser, FIFA. En een van deze twee games natuurlijk. Hier staat in de hoek. GT Racing 2 of... Ik weet niet of je het in het Engels moet uitspreken of in het Nederlands, of in het Frans of in het Duits, maar aan deze kant heb je Big Business Deluxe. Ik zou een kleine omschrijving geven. Dat is, aan deze kant heb je GT Racing 2. Ik moet goed op mijn beeld gaan letten, want er zit een spiegelbeeld. Maar dat is een racebel en dan moet je auto's kopen, een beetje hetzelfde als Rio Racing 3 als je dat kan. Aan deze kant heb je Big Business Deluxe. Het lijkt een klein beetje op de Sims. Dus ja, ik zou zeggen, maak je keuze. En ja, druk op de video, stem. En dan zien we wel welke het beste is gekozen.